What is up YouTube? Dit is je favoriete dikke Billy. En welkom bij dag 2 van de Corona Chronicles. Oh, dat is wel een goede naam. Robert, Spike Live Vlogs! Hoe de fuck werkt dit? Hoor ik dat? Zeg maar, goedemorgen YouTubes, goedemorgen. Het is nog heel erg vroeg, het is 7:55. Noah heeft vannacht gegeten om 1:15 of zo. En toen heb je me echt wakker gehouden tot 2:15. En toen heb je doorgeslapen tot vanmorgen lekker, hè? Dus nou heb je net gegeten, het is nu 7:55. Dus ik denk dat hij zometeen nog wel eventjes verder gaat slapen. Huh? Even verder slapen zometeen, hè? Hij heeft een beetje de hik ook. Noah heeft even zijn neus schoongemaakt, want zijn neus had helemaal verstopt. Ja, papa, jou even in bed doen. Dan ga ik even nieuwe melk voor hem maken voor straks. Dan rijd ik zo even snel naar de bakker voordat het brood weer op is. En dan gaan we daarna lekker Star Wars kijken. We zitten al Star Wars te kijken. Dus ja, we gaan lekker chillen. 12 uur is mijn schoonmoeder hier, hoor. Dan gaan we even naar de Action en wat dingetjes halen voor morgen voor de podcast. En dan... Wat is het? Ben je aan het struggelen? Nou, ik ga het hem eventjes moe maken. Eventjes in bed leggen. En dan zijn we zo terug. Zeg maar, what is up YouTubes? Welkom bij de Corona Chronicles, dag 2. Dag 2. En papa moet nu mijn luien gaan verschonen. En ik ben aan het lachen, want ik heb een poepie gedaan. En papa moet een poepluien doen, hè? Ja. En dat vindt papa heel leuk, hè? Poepluien doen, hè? Nee, hè? Nou. Wens me maar succes. Wens me maar succes met die... strontluiers. Wens me maar succes. Krijg patsen. Ga je lachen? Wil je nog even? Vieze stinky. Vieze stinky. Oké, tot strakjes. Alright, Pompert. Nou, ik ben inmiddels op werk. Fatima was gekomen. Dat is mijn schoonmoeder. Dus die heeft even op Noah gelet. Dan kon ik gaan werken, want Nan was later thuis. Ik moet alleen eventjes wat te eten gaan halen en alles is dicht waar je normaal wat te eten kan halen. Het enige wat open is de supermarkt. Dus we gaan even richting de supermarkt, maar het is zo stil op de wallen. Het is echt niet normaal. We gaan even een klein rondje lopen. We gaan even een klein rondje lopen over de gracht. Laat ik jullie even zien hoe uitgestorven het is. Alles is gewoon dicht. Er zitten geen hoeren achter het raam. Het is gewoon helemaal... Ja, het lijkt echt een spookstad. Maar goed, we gaan even lopen richting de Albert Heijn. Ik laat jullie even zien hoe het eruit ziet buiten. Kijk nou jongens, dit is echt niet normaal hoor. Alle ramen zijn dicht. Het is helemaal uitgestorven. Dit is gewoon de wallen. Dit is gewoon normaal super druk deel van Amsterdam. Kijk hier, geen meiden aan het werk. Helemaal niks. Loopt misschien 5 mannen op de hele gracht. Abnormaal hoor. Het is gewoon een spookstad geworden. Moet je kijken. Helemaal niemand gewoon. Ja, oké, daar fietst dan toevallig iemand. Ja, niet normaal hoor. Die Casa Rosso dicht. Bananenbar daar op het hoekje dicht. Alles is gewoon dicht. Je bananenbar daar ook dicht. Alles is dicht. Niet normaal. 1 taxi. Ja, het is echt een spookstad geworden. Nou, we lopen even door. We gaan naar de Albert Heijn. Ik zie jullie straks weer, Pompers. Nou, we komen net de Albert Heijn uit bij de Nieuwmarkt. Het is nu 8 uur. Dus iedereen is aan het klappen voor de... Hoe noem je dat? Voor die verplegers en zo in de zorg. Ja, dat is wel goed natuurlijk. Kijk, Tjutjeri erbij. Altijd goed, want hier kan je altijd niet meer heen. Tjutjeri, grote blij. Hoor eens eventjes. Ik denk het of ze gewonnen hebben, jongen. Nou, we gaan lekker even hapje eten. Nou, jullie zien het, we zijn weer op die Bike Life Tory. Maar kijk even dan, boys. Het is echt helemaal uitgestorven. Het is 10 uur 's avonds. Er is gewoon niemand op straat. De koffieshop is wel weer open, alleen afhaal me. 3 verdwaalde toeristen. Die hopen nog wat op te lopen hier al. Er is gewoon niemand, kijk daar. Loopt 1 iemand in het hele steegje. Er rent Bear Grylls. Wat een zootje, jongen. Hé, hey, valt er nog wat te neuken? Kankerboef. Ja, je hebt weer een stuk in je broek. Ik ga niks, blijf omhoog. Ja, hè?
tyfus, hoor. Oh, oh, al die hoeren ook dicht. Mensen helemaal in paniek. Oh, even mijn telefoon weg. Ah ja, te flink de vaart in. Ik doe maar even mijn telefoon weg, want je mag niet bellen op de fiets. En dan zal je ook niet mogen filmen. Ja, corona. De corona, doe maar ook een beetje. Hoor je dat, die gasten? De coffeeshop is gewoon weer open en proberen nog even wiet te slijten. Yeah, you must buy as much as you can, now you can, what you use. Helemaal gek, jongen. Andere woorden, wat je gebruikt, je moet zoveel mogelijk kopen nu. Strekken. Hier al, kijk dan jongens, er is gewoon niemand. Kebab! Kebab kills corona. Heb je niet gehoord? Nieuwe dijk. Is gewoon niemand op straat. Oh, living in a ghost town. Kijk daar jongens, dit is niet normaal. Even schakelen. Oeh, moest met mijn linkerhand schakelen, zeg je dat even? We lagen bij, totale leegverkoop, ja dat snap ik. Corona! Detona! Corona! Trek het ding! Oh kijk, Uber iets bezorgd nog. Oh, dus Mackie bezorgt wel. Je kan niet naar binnen, maar ze bezorgen wel. Je kan gewoon overal fietsen nu, want er is gewoon niemand. En ook geen politie. Hey, net zagen we wel politie, grapje. Wat een uitgestorven zootje. Oké, boys, ik ga even een stukje trappelen. We gaan even richting Leidseplein. Gaan we daar even kijken of het een beetje uitgestorven is. En dan zien we jullie zo meteen weer. Trek het in. Bieterrooiers. Hier kebab, jongen. Kebab kills corona. Al die kebabzaken zijn gewoon open. Wonder Lounge ook dicht. Alles dicht. Nou, lekker dan. Nou, ik was niet bij Leidseplein gestopt, maar er was helemaal niemand. Kijk hier, metrohalte of Vijzelgracht. Er zijn gewoon twee andere mensen. Hier is helemaal niemand. Het is helemaal uitgestorven. Bizar. Nou, we gaan lekker richting huis. Lekker richting Noord. Moken hem uitlaten en dan gaan we de vlog weer even afsluiten. We hebben het weer overleefd, dag 2 corona. Hopen dat niet, want zometeen als die metro aankomt vandaag, komt er in één keer tering veel lucht uit. Hopen dat daar geen corona in zit. Oeh, naar corona blanke. I'm just a bird in the sky. Nou ja, laten we het maar hopen. Nou, het is inmiddels de volgende dag. Ik heb gisteren niet afgesloten, ik was het eigenlijk vergeten. Maar we hebben het overleefd, dag 2. Vergeet jullie niet even te liken, te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie morgen hopelijk bij dag 3 van de Corona Chronicles.